Hallo. Hi. Dit is Nikki. Hi. We staan bij de gate. Nou, we lopen langs de gate. We gaan naar het toilet. En dan gaan we naar... Barcelona. Barca. Wauw! We gaan het stadion in! Ja! Welk als het goed is, zeg je? Nou, dat stadion. Waar is het stadion? Ik zie hem niet. Zie daar. Het is wel groter dan het RKC-stadion. Ja. RKC-stadion is helemaal een stalling hierbij. Ja, we gaan naar Camp Nou toe. Als jullie nog niet hadden geraden wat het was. Ja, maar ze was wel van Arsenal, dus... Ja, en nu is ze bij Manchester City, dus daar dan mee. Deze is van 2021. Juventus. 6-0 tegen Juventus. Zo. Ja. Ik ben er bang voor ook wel. Het houdt me niet op met die bekers. Deze kijk gaat stuk. Hij paste er niet in. Hoi. Hi. Hi. Wij zijn... in het Real Madrid stadion. Mooiste stadion. Ja, van Real Madrid. Van Real Madrid. Wat wil jij nou? Nee, het is natuurlijk more than a club. FC Barcelona. Oh my god. De Nederlanders met de Nederlanders. Dit wordt het nieuwe Camp Nou. 2024, 2025 komt het. Ja, maar even hoe groot? 105.000, hè? 105.000. Ja, een liedje zoeken. En dan ga je met slechte nieuws. Hey. Ja, ik heb liedje. Oh my god. Dit wel, maar Lieke hebben hieronder is ook nog wat gezien. Ja. Wat we dan... Deze. Er komt geen één vrouw hier, hè? Of we hebben die goed gezien, maar meestal spotten we dat wel. Ja. Er hangen wel foto's, maar that's it. Ja, nou, 3 foto's. Een beetje met 100 van mannen. Wat vind jij daarvan, Nikki? Als neutrale supporter. Als vrouw. Als vrouwelijke nu... Ik ben geen neutrale supporter. Nee. Ik vind het aan de ene kant, boeit het me niet zoveel, want ik ben... Ik ken niemand van de vrouw, maar aan de andere kant zou ik Lieke het Martens. Wel fijn vinden dat ik... Ik vind dat ze raar, dat er gewoon ja. Een vrouwenshirt hangt. Kijk dan hoeveel shirts er hangen. Het is gewoon in ieder geval het gebaar, is het, oké? Okay? Barcelona is de Champions League. En waar heb, ik heb nergens een fucking Champions League beker. Barcelona heeft 105 miljard euro schuld. Ja, dat komt niet door de vrouwen. Ja. We nemen ons gewoon een klein beetje terug, want we hebben hier Alexia Putellas. Maar alsnog vind ik het niet kunnen. Nee, ik ook niet. Het is niet goed genoeg. Maar het is in ieder geval beter dan West Ham. Dat klopt. Woe! Is... Hij is gewoon heel mooi hoor. We've got my cave. Katie. We've
kat, karton. Karton, karton. Ja, deze hebben we. Come on, you Gunners. En dit was zo'n beetje Williams. She is one of her. Ik ben nog niet. Mooi hè? En dit is de ravage. Hallo allemaal. We lopen langs TV3 Catalonia. Catalonia. En wij gaan naar. Dat hadden we al gezegd. Wij gaan naar Barcelona. En we gaan naar Arsenal toe. We lopen hier gewoon aardig. We lopen ook echt tussen jou in, ja, ja. Als je iets durft. Ik voel me echt ingesloten. Ja. Heb je je muts wel bij? Hè? Ja, zeker. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik was er bijna altijd terug, hè? Wij gaan onze voorspellingen eruit gooien. We hebben ze al een keertje gezegd, maar tegen elkaar. Dus nu... Ik denk 2-3. Ja, ik dacht 2-2. Ik denk 3-2. Allemaal close together. Dus, ik ga winnen. Ja, ik hoop het ook dat Lauwen gaat winnen. Ik ben inmiddels vermomd. Ja, ze durfde deze al niet aan. Ze heeft eigenlijk tot haar zinnen gekomen. Bij zinnen. Tot bij zinnen bezinning gekomen. Oh, dit is wel een leuk liedje. Ja. Nee, kijk maar hoor, wat gebeurt er nou, Nikki? Oh. 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 Oh, Piet gaat eruit. Oh, meen je die? Nee! Nou, dat vind ik echt jammer ook. Ja, maar niet anders. Net als Katie. We zijn echt op een punt aangekomen dat ik bang ben voor Lauwe. Goed zo, Lauwe, goed zo. Lauwe, Lauwe, help. Ik was echt al niet erg bijna. Ik ook. Ik zag hem er gewoon heel rustig in. Het was wel een hele goede blok. Die rolt ook nog niet te komen. Oh nee. Lekker Lia! She's one of our own. She's one of our own. Lia Williamson. She's one of our own. Oh nee! Oh, gewonnen! Nee! Wat? Kut! Dacht je dat het afgelopen was? Krijgen we dit nog? Oh, die schiet gewoon langs, hè, jongens. Hallo, hij zit er nog niet in. Nee. Hij zit er nog niet in, hè.
ook een keer op. Hoe heet dat? Dankjewel. Hoi. Een keer de shirt aan. Ja, sorry. Dankjewel. Lotte. Oh mijn god. Ben jij vanuit Nederland gekomen? Ja. Dit is wel. Are you guys from here? From Holland. Oh, travel this way? Yes. Love that. A little trip. Can we take a picture with you? Yeah, sure. Thank you. You're welcome. Heeft ze nou echt een Angel City ding op? Ja. Serieus, gaat ze helemaal hierheen? We zijn terug naar de wedstrijd. Geen van onze voorspellingen was goed. Nee. Ja. We zijn twee hele teleurstelde wedstrijden en één. Ja, ik denk dat dat vast wel een beetje te merken was aan de stand. En aan de sommige clipjes. Maar weet je, gestreden is gestreden. Beter opgepakt in de tweede helft, dat is wel ja, maar beter, maar het was nog steeds niet. Het was nog steeds niet. Ik denk dat wel. Zal als dat wel echt veel beter kan dan dat. Ja, ja dat is zeker waar. Ik weet echt niet wat er gebeurde. Het was gewoon een off day, jongens. Ja, ja die heb je zo. Ja, en Barcelona is ook wel gewoon echt een bloedvorm. Dus Barcelona ja, was gewoon beter. Ja, maar ja, thuis pakken we ze, dat denk ik echt. Dus. Ja, wel rustig. We gaan morgen. Bij de park? Nou, we gaan morgen Barcelona doen. Ja, ik heb hier Barcelona. Oh, wel rustig Barcelona. Zie jullie bij de park. Wel rustig. We moeten zegevieren. We mogen alleen maar zeuren hier. Goedemorgen. 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 We hebben geontbijt en we hebben. Soort van de kamer op. Ontbeet. Ontbeet. We hebben de kamer opgeruimd. En. We hebben het. Nou, dat lelijke ding van jou erachter, Nikki. Die moet er ook niet achter, want het is heel lelijk. Nee, ik ben zo. Kijk, dit laten we zo mooi achter. Ja hoor, maar. Trash, Barcelona. Zo. Je ziet me nooit meer terug. We gaan naar die ene kerk of kathedraal, ik weet niet hoe die heet, familia. Dat. Hoe? Sagrada Familia. Daar gaan we nu heen. Dus ja, doei. Oh. Oh, typus. Oh, jezus. Dat vind je lelijk, zeg. Nou. Oh, hij staat wel in de stijgers, soort van. Nou. Kijk, dit stuk met die bolletjes, daar vind ik ook echt mooi. Dat vind ik wel echt leuk. Maar dit vind ik echt, nou, en toen ik daar aankwam, eerlijk, het was gewoon een beetje. Het lijkt net een dennenappel. Nou, die zei, wat een lelijk ding. Ja. Het is er van die kant dat je. Maar die kleur staat me ook niet helemaal aan. Die lichte kleur wel. Ja. Maar ik vind het ook net iets te druk of zo. Ja, maar als die kleur was, was het misschien al wel beter. Ja, maar die kleur is over zoveel jaren ook niet zo goed. Ja, precies. We zijn hier dus net deze berg opgegaan. Nou, als ik het nu echt van helemaal daaronder, hè. Zie je daar zo en allemaal die trappen op. We hebben een pauze ingelast, want. We moesten even uithalen. Ja. We hebben de Sagrada Familia. Ja, dat gebouw, hè? Dit gebouw. Ja. Ja, mooi ding. Ik weet niet of jullie het zien.
Ik denk het niet, maar daar loopt ze gleuven en dat is de sociale familie, dat is de La Rambla, denk ik. Kun je ervoor hadden gezegd waar we waren trouwens? Nou, in... Ja. We hebben nog niet echt de mozaïekstenen gezien. Nee, wel mooi uitzicht. Zijn dus mozaïekstenen, dat weet niet iedereen hoor. Ik denk eigenlijk dat best wel veel mensen wel. Ik denk nu dat 80% van de mensen het weten. Ja. Laura is heel erg van de toeristen dingen. Ze wist wel dat La Rambla een winkelstraat was. Dat wist ze misschien omdat ik het zei. Ja. Hoi, ik ben terug. Ik denk niet dat dat het was. Ik denk dat het hiernaast is. De straat. Oh, ik dacht dat je zei we moeten lopen. Ja. Laura is zo leuk met de staart. Het gaat echt de hele weer. Oh. Hoi. Oh, oh nog een. Er zijn er twee. Chipo, wat vinden we van Gaudi Park, Lauren? Mooi. Mooi? Het is met mozaïek. Ik zie het. We hebben de echte toeristische ding nog niet eens gehad, maar we doen het nu al helemaal. Die mozaïek weer. Hoi! We zijn een ijsje aan het eten. Lekker. Aan, wat is het, de haven? Rambla de Mar ofzo. Toch? Ja. Hoe? Wat staat er dan? Rambla de Mar. Ja. Rambla de Mar. Kijk wel, een dikke meeuw. Gewoon één zei je, maar het is een meeuw. Heel mooi. Ja. Ja. Hier nog één, hoor. Die is echt een dikke meeuw en heb ik ze aangekomen. Wat heb jij voor smaken? Ik had koekjes en iets van met vanilla koekjes en chocolate of zo, maar die is bijna open en ik heb nog een bolletje chocolade. Ik heb chocolade, stracciatella en Sanne. Stracciatella en framboos en sorbet. Lekker. Oké, dit is het Columbus standbeeld. Vertel eens over, waar wijst hij naar? Hij wijst naar Amerika, want hij Amerika heeft ontdekt. Ja. Maar hij dacht dat het India was, maar dat was niet. Nee, sukkel. Ja, en hij komt uit Spanje, denken we. Ja, zou zomaar kunnen, maar we weten het niet zeker. Ja, maar dat weten jullie dus niet eens zeker. Katie Zellen. Lieke Martens. Ja. Kijk, dit is de incheckbalie. De rijen die trouwens ook volgens de club. Ja, het is echt fucking lang. En we hebben gewoon. Weet je hoeveel trapverdiepingen we hebben gelopen? Vandaag gewoon meer dan 20. Meer dan 20, meer dan 40. Ja, dat is 40. Echt? Nee, ik had 40 en het was nog, daar hadden we nog niet eens anders gehad. Nee. Maar die is gewoon kapot. Alle sneeuwtjes. Ik heb er nog één gekocht. Ik had er wel twee gekocht. Deze aan je moeder geven. Ja, dat lijkt me ook het beste. Ik zei echt nog serieus van, ik had er eentje gekocht en toen kwam ik bij nog een souvenirwinkel en daar zag ik er nog één. En zei ik, oh dan geef ik er wel eentje aan mijn moeder. Dan koop ik deze ook. Maar deze is dus gewoon geknapt. Hebben jullie deze open gekregen? Zullen we het rijden? Wat jammer. Hoi. We zijn aangekomen. In Eindhoven. In Eindhoven, ja. Helaas staan we hier zo. Dit is echt verschrikkelijk, dit plaatje. Ik moet ook niet staan. Maar ja, we gaan op reis, toch? Ja. Ja. Ja, je gaat snel een keertje mee wanneer Arsenal gaat winnen. Ja, ja, dan moet ik echt ook een keer succes van Arsenal maken.
Ja. Dit was ook nog eens gezellig. Ja, oké, dat is ook best wel ja. Nou, een winst van Arsenal mee maken. Ja, is goed. Nou, bedankt allemaal. Voor het kijken. Ja. Tot de volgende keer. Ja, precies. Doei.